Ik ben trouwens net gebeld door de makelaar. Dacht ik vertel het tegen jou. Eerst even lekker ontsmetten. Ik ga dan toch proberen om er het beste van te maken. En het wel gewoon een beetje leuk te hebben met z'n allen. En niet te veel te kijken naar politie en ambulance hier aan mijn achterhuis. Nou, daar zitten ze hoor, de twee feestmutsen. Achoo! Goedemorgen, je kijkt naar een nieuwe vlog. Deze keer een beetje anders dan anders. Ik had namelijk afgelopen weekend een beetje tijd voor mezelf nodig. Gewoon even een beetje tot rust komen en eventjes niks doen. Dus ik dacht, misschien is het wel leuk om een korte vlog op te nemen van 2 dagen. Omdat Bobby en Charlie morgen jarig zijn. En ik dacht, kan ik jullie even een beetje gezellig meenemen in de voorbereidingen. En wat meer van de dag laten zien. Dus het is vandaag dinsdag. Ik ben net klaar met douchen en aankleden, et cetera. Ik heb lekker chill aangedaan. En nu ga ik Ramos aankleden. Het is wel 10:30. Ik ben alleen vergeten om de batterij van de camera op te laden. Dus dat ga ik nu eerst even doen. En dan kunnen we straks weer verder met filmen. Het is inmiddels lunchtijd. Even gewerkt. Een uurtje. Nu heeft Ed een verrassingslunch gemaakt. Ik ben heel benieuwd wat. Ik weet natuurlijk niet wat. Oh, het ruikt wel heel lekker hier. Dit mag ik. Ja. En ik mag een eierlepeltje. Zo. Lekker in de oven. Ja, je zou het moeten ruiken, maar dat kan dus niet. Joejoe. Zal ik jou sok aan doen? Ja. Eimuffin. Heb je wel een beetje geslapen? Je lijkt zelf wel een beetje op een eimuffin. Ja. Hey, wat is dat? Ik kom jou halen, Charlie. Ik ben trouwens net gebeld door de makelaar. Dacht ik vertel het tegen jou. Dan weet u het ook meteen, want een van de vragen die dus gesteld werd voor de Q&A was hoe het zit met onze verhuisplannen. Nou, we hebben dus een huis gezien wat we leuk vinden en in die zin voldoet aan de eisen qua grootte. Is nog wel ergens een twijfelgevalletje omdat er veel aan moet gebeuren. Maar in ieder geval wilde de makelaar dat we konden komen bezichtigen deze week. Alleen, we weten nog niet helemaal wat we kunnen lenen. Daar zijn ze nog mee bezig. En daar krijgen we dus ook vandaag het even over. Oh. Ja, dus aan het einde van de middag weten we wat we ongeveer kunnen lenen en of we dus wel of niet gaan bezichtigen. En dit zijn de lekkere muffins. Ei, champignons, spinazie, tomaat, kipfilet, kaas. Kunnen Bob en Charlie ook eten? Drink ik het gewoon lekker. Nou, dit is mijn... Wat een mazzelaar ben ik, hè? Kijk, dit heb ik gewoon gekregen. En ei ook. Ei kunnen ze wel eten, ja. Kijk trouwens hoe schattig dit is. Een soort van ja, jurkje, shirtje. En hij is van de Zara, maar ik vind het echt zo schattig. Moet je kijken. En dan met deze er zo overheen. Ook van de Zara. Leuk hè? Zo, nou. Papa en Ramos die zijn even weg. Die zijn eventjes sporten. En dan kunnen wij om je kusje geven. Kunnen wij even lekker een beetje spelen. Ja. Zo, visje aan. Blijf leuk, hè? Blijf leuk, hè? Ja. Zie je jezelf? Oh, jongens, ik heb nog steeds echt mega pieken en zo allemaal hier bij mijn haar. Dus dan doe ik het elke keer maar weer los, want dan zit het beter. In ieder geval, ik heb lekker gespeeld met de meisjes en ze liggen nu op bed. Het is 3:00 en ik zou eigenlijk nu de taarten halen. Het zou terug zijn. Alleen heeft er iemand tegen onze auto aangezeten. Dus dat is eventjes een beetje shit. Het is nu al aan het regelen en zo met dingen allemaal, verzekering. Dus ga ik maar lekker wassen en zo. En deze had ik al ingedaan er straks, dus die ga ik nu ophangen. En een handdoekje opvouwen.
Oké, net geparkeerd. Ik ga de taart ophalen. Eerst even lekker ontsmetten. Na het aanraken van de knop van de parkeerdingen. Dit is toch te bizar gewoon. Net kom ik hier parkeerterrein oprijden. Staat er een ambulance, een politiewagen. Allemaal in kleding om zichzelf te beschermen. Er was iets gebeurd, denk ik. Gadver, ik vind dat echt altijd... Ik krijg er altijd een heel naar gevoel van. Maar ik wil eigenlijk een beetje proberen om mijn verjaardagsvibe of zo niet te veel te laten verpesten. Want ik zou het toch wel een beetje zonde vinden. Het valt al best wel een beetje allemaal in het water. Of, ja, in het water wil ik niet zeggen eigenlijk. Maar het is wel allemaal anders dan dat ik me misschien had voorgesteld. Vooral ook een beetje omdat natuurlijk de geboorte niet per se een feest was. Daar weten jullie inmiddels echt alles van. had ik in mijn hoofd dat dit dan wel een feest zou worden. Ik dacht, nou, hè, als ze dan één worden, dan gaan we het echt vieren. En dan, ja, dat. Maar dat gaat hem dus niet worden. En weet je, het is gewoon jammer. Maar ik ga dan toch proberen om er het beste van te maken. En het wel gewoon een beetje leuk te hebben met z'n allen. En niet te veel te kijken naar politie en ambulance hier in mijn achteruit en het nieuws, et cetera. Oké, ik ga nu voor het eerst in anderhalve maand weer naar de winkel. En ik ga dus naar de Hema om de taart te halen. Zo, dat is gelukt. Taartjes zijn gehaald. Maar als je dan in de winkel bent, dan zie je wel hoe bizar de situatie is. En dat gewoon iedereen elkaar aan het ontlopen is, gelukkig maar. En dat je bij de kassa gewoon schermen hebt. En dat je een karretje moet hebben. En nou ja, al die dingetjes. Iedereen kent het wel inmiddels. Maar ik blijf het gewoon heel bizar vinden. En ik vind het gewoon helemaal niet chill of zo. Ik kom gewoon echt het liefste gewoon helemaal niet in deze situaties. Omdat het gewoon je onzichtbare vijand overal kan zijn of zo. Zo voelt het een beetje. Maar soms moet het gewoon. Taartjes zijn nu gehaald. Ze zien er heel leuk uit. Dus we kunnen mogelijk taart eten. Ik ga je zo meteen eventjes laten zien. Mijn lieve. Het is tijd om te koken. Laat die maar eventjes neerstaan, lieve schat. Zeepsop. Deze meneer vindt het heel leuk om met zeepsop te spelen. Dus elke keer als ik even niet kijk, dan hangt hij met een fles met treft. Ja, zo is het goed. Het is tijd om te gaan koken. Ik ga pasta maken voor de kindjes. Dus ik heb hier mijn materialen al voor een gedeelte klaar liggen. Ramos, doe dat ding eens even dicht. Dit gaat er allemaal in. Uitje, knoflook, tomaten. Mag ik meehelpen? Ja, jij mag meehelpen. Dat gaat er sowieso in. En dan doe ik nog lekker kruiden aan toevoegen. En voor mezelf maak je weer iets anders. Jullie zien mij af en toe tomaten eten, maar dat zijn er altijd heel weinig. Als ik veel tomaten eet, krijg ik buikpijn. Wel trouwens heel leuk. We hebben meer gehoord over de hypotheek. En een afspraak gemaakt aankomende vrijdag. Om het huis te bezichtigen. Dus dat is wel echt heel leuk. Het eerste huis dat we gaan bezichtigen, zeg maar, in onze zoektocht. Hij stelt niet op je scherm, nu wel. Dus ik zal jullie daarin meenemen en zover dat kan. En een beetje vertellen over hoe en wat in de aankomende periode. Dat is spannend. En voor mezelf maak ik lekker rijst met groenten erbij. Het zijn hier allemaal pannetjes. Die pan gaat er zo meteen op. En ik vind het altijd wel gezellig. Ik hou wel van koken op deze manier. En ik vind dat wel een beetje ontspannen soort van. Vooral als die allemaal dan lekker niks doen. Het eten is klaar. Dit is van mij. En dit is voor Ed. Kindjes. Dus lekker een pastatje. En dan heb ik nog over. Dus dat kan ik dan nog een keer in de vriezer doen. Altijd handig. Hoppa. Lekker. Eet smakelijk. Maar zoals je kan zien ben ik natuurlijk echt gevallen voor Ed's charmes op het gebied van dansen en zo. Hij kan echt heel goed dansen. Zit jij met een dansen? Hij kan heel goed dansen. Ik denk als ik jou ooit ergens in een discotheek neer zou zetten, met allemaal vrouwen eromheen, dan zou ik je zo kwijt zijn. Jan, eens even een stukje voeden. Nee. Mag wel. Nee, ik durf dat ook gewoon echt niet. Nee? Nee, ik vind hij is te goed. Nee. Als... Ik maak Ed altijd belachelijk, want Ed wil nooit, maar dan ook echt nooit een keertje met mij dansen. Nooit, nooit. Dat alleen, komt maar dus, dat komt, alleen een beetje zo. Maar dat komt, dat komt dus omdat jij mij zo belachelijk maakt voor, al die miljoenen mensen. Ik maak je wel altijd belachelijk, dat klopt. Dat betekent.
Gewoon een beetje onzeker van. Ik word pas onzeker als je dit ziet, echt. Oh jeetje, niet normaal. Ja! En dit ga ik alleen kijken. Ja! Het gaat helemaal stuk. Ja! Ja! Wat doet ze nou, haar raamusje? Eet je nog, laatste keer? Oké, laatste keer. Ja! Jeetje. Oeh jongens, ik ben moe ineens nu. Het is 7:30, kindje ligt dus net op bed. En ik ben echt moe. Ik moest net even mail beantwoorden. En ondertussen heeft Ed al het cadeautje voor Bobby en Charlie. Bijna helemaal klaar. Dus dat ging even heel snel. Normaal gesproken zit je altijd uren te tobben met, met het in elkaar zetten van die dingen. Maar in dit geval dus niet. Bub, zeg je dat nou serieus? Ja. Heb je ooit je dingen in elkaar gezet? Nee. Nou dan. Jongens, ik zie je altijd te zweten. Jij zit oh, leuk. Ze zijn wel echt heel leuk. Echt. Echt, dit is toch te leuk. Zie je ze al lopen. Ja, ik vind dit dus heel schattig. En dan hebben ze ieder eentje. En ik heb, wacht, ik ga het laten zien. Ik heb dus ook deze. En die ga ik er dan inleggen met een popje. Kijk, met een dekentje. Te schattig. Nou, alles staat klaar. Hier staan de poppen. Wagentjes voor de meisjes. Met cadeautje in. Bobby Charlie. Dit voor Ramos. En verder hebben we gewoon wat slingers opgehangen. En daar ballonnen. Dus dat. En nu ben ik het eerste jaar brief. De eerste jaar brieven aan het schrijven. Dus ja, die ga ik dan dicht plakken. En die gaan ze openen als ze ouder zijn. Dat heb ik ook bij Ramos gedaan. En ik denk dat het wel echt heel leuk is als je dan wat ouder bent. Dat je zo'n hele bijzondere brief van je moeder kan lezen. Dus ja, meestal bevat het wel een paar kantjes. Dus ik ben nog wel even bezig. Ik heb een theetje erbij en verder ga ik vroeg naar bed. Want ik ben echt heel moe. Dus ik zie jullie morgen weer. Heb je nog één cadeautje? Ja. Wat is het? Nou, ja, we hebben geen echt groot feest misschien vandaag. Maar we hebben wel een hele stapel aan post gekregen. Superleuk, allemaal kaarten voor Bobby en Charlie. Ja, ze zijn dus vandaag jarig. Hadden jullie natuurlijk al lang gezien. En vanochtend hebben we het al fijn gevierd met z'n allen. Lekker cadeautjes uitgepakt en gewoon gechilled. Nu lekker gedoucht en straks komen mijn ouders eventjes op grote afstand taart eten. Dus nou, op zich natuurlijk superleuk. Nou, daar zitten ze hoor, de twee feestmutsen. Ze krijgen zo meteen deze nog op en de taart. En dan gaan we lekker eindelijk taart eten. Er is hier iemand die niet kan wachten. I wanna be happy, happy. Vinden jullie het mooi? Moeten jullie nog een feestmuts? Day and night, wanna be alright, happy. I wanna be lovely, lovely, lovely. Bold and bright, find my life, lovely. Dit is toch te schattig, kijk er nou toe zitten. Bijna. Gefeliciteerd. Ik ben even lekker kleertjes aan het opruimen bij Bobby en Charlie op de kamer. Het laatste wat jullie zagen was volgens mij dat wij taart aan het eten waren. Of gingen eten. En daarna zijn mijn ouders nog gekomen. Die hebben lekker op grote afstand taart met ons gegeten. Was heel erg leuk, maar ook wel een beetje gek natuurlijk. Want ja, ze zaten daar en ja, we konden elkaar niet even knuffelen of echt feliciteren. Maar het was in ieder geval wel heel fijn dat ze erbij konden zijn. En vanmiddag zijn er nog een paar mensen langs geweest. Raamvisite. En hebben wij in de keuken gestaan met de meisjes. En hebben ze cadeautjes gekregen en zo. Dus
Nou, ook dat was best wel gek, maar ook weer heel fijn dat er toch mensen langskwamen en dat we ze even een taartje konden geven en een koffietje. En dat zette ik dan buiten neer bij de deur en zij konden het dan pakken. Nu ben ik heel even boven bij Bobby en Charlie op de kamer. En ik ga even wat dingen opruimen die ze hebben gekregen. Dus ik dacht, ik ga het jullie laten zien. Dit is een jasje van de Zara. Die vond ik zo leuk. Dus die heb ik als cadeautje zeg maar gevraagd voor ze. Het is maat 80, dus het is nog wel een klein beetje te groot. Of een klein beetje veel te groot volgens mij. Maar ik vond ze zo leuk. Dus ik dacht, nou die wil ik wel hebben. Deze zonnehoedjes. Had ik bij Prenatal gekocht. Ook heel leuk. Ja, zo schattig. En ik had deze schoentjes, ook echt zo leuk. Had ik het laatste keertje op Instagram gevonden en toen dacht ik, oké, die ga ik ook vragen voor mijn verjaardag. Dus deze hebben ze gekregen en dan ieder een andere kleur. Dat vond ik wel heel leuk. Dus dat wilde ik even aan jullie laten zien. En toen was het tijd voor een feestelijke maaltijd. We gaan stokbroodjes eten met soep en we hebben een lekker groentesoepje die Ed had opgezocht en heeft gemaakt. Ja. En de dames hebben ook een heerlijk feestmaaltijdje. Wij zijn weer aan het wandelen. Lekker op tijd gegeten dus. En nu zijn we weer op huisjacht in de buurt waar we het liefst zouden willen wonen. We zijn nu in de buurt van het huis waar we vrijdag gaan kijken. En we gaan op zoek naar een andere die hier ook te koop staat. Dus dat is leuk. Het is lekker weer. Even een beetje frisse lucht. En dan vanavond als de kindjes op bed zijn, dan gaan Ed en ik lekker chillen. Dus ik ga nu ook de vlog afsluiten. Want hij komt over 2 dagen al online. Dus ik moet nog best wel een beetje opschieten om alles op tijd klaar te hebben. Dat was hem voor deze keer. Hij was een beetje korter dan normaal. Maar hopelijk vond je het wel leuk om naar te kijken. Dankjewel voor het kijken en ik zie jullie volgende week weer. Doei. Wil je nog iets zeggen? Doei doei. Doei doei. Mijn vol. Doei doei.